We hebben een indringend advies gegeven aan de regeringen om een plafond in te stellen voor de beschikbaarheidsvergoedingen die je betaalt over al die PPP-projecten. Om het even heel concreet te maken, er zijn nu 4 grote projecten. En dat betekent dat de begroting structureel belast wordt, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar ik meen voor een bedrag van 64 miljoen. Jaar in, jaar uit. Voor 20, 25 jaar. Dat betekenen PPP-projecten. Als je dat dan uitdrukt, dan is dat al in de orde meer dan 2% van de collectieve uitgaven. En dat betekent dat alles, dat je dat voor 20, 30 jaar hebt vastgelegd en dus ook voor dat bedrag niet iets anders kunt doen. Met andere woorden, je belemmert je manoeuvreerruimte ook voor toekomstige regeringen. Dus we hebben geadviseerd in lijn met international best practices om een norm aan te brengen. Dus een advies van ons aan de regering. Nou, die norm wordt eigenlijk al min of meer overschreden. Dus onze conclusie is, als u dat advies overneemt, daar hebben we nog niet een ja op gekregen van de regering, is er ook geen ruimte voor andere PPP-projecten. En ik weet dat er bijvoorbeeld ideeën zijn om het onderwijs, om daar een investering in te doen. Kan ik me overigens alles bij voorstellen. Ons advies is, kies daar een ander traject voor dan ook dat al weer ten laste van toekomstige generaties te brengen. Ik kan u verzekeren dat de norm die wij voorstellen hoger is dan waar ook ter wereld. Ik heb nergens, Nederland heeft een norm, die is aanmerkelijk lager. Toch vinden wij dit een reële, een faire norm voor Aruba, omdat Aruba een klein land is en je af en toe grote projecten hebt. Ziekenhuis, de boulevard, nou, we hebben ook weer in de file gestaan. Ik bedoel, oké, maar ergens moet je een grens trekken, omdat je anders, en die grens die willen we trekken, die adviseren we om die te trekken. Wat je doet is, je hebt 2 manieren om bijvoorbeeld een boulevard te bouwen. Je leent op de kapitaalmarkt en dan gaat je staatsschuld onmiddellijk omhoog. Of je doet het via een PPP-project, dan gaat de staatsschuld niet omhoog, maar dan ben je voor de komende 20, 30 jaar, moet je aflossingen doen. Dat zou je overigens ook moeten doen als je die staatsschuld verhoogt. Maar die staatsschuld die is al 80% en het zou niet de goede indruk maken om het nog hoger te maken. Dan moet je niet via PPP-projecten ook nog eens naast al die lasten die je op de staatsschuld hebt, ook dit nog eens leggen. Want dat betekent dat je hiermee voor 20, 30 jaar de begroting al vastlegt. Daarmee is niet gezegd dat die projecten niet nuttig kunnen zijn, heeft u me niet horen zeggen. Ik vind dit ook op zichzelf best nuttige projecten. Maar als je het nou hebt over gezondmaking en verduurzaming van de overheidsfinanciën, dan moet je ook een zekere discipline voor jezelf hebben. Nou, dat is eigenlijk ons advies wat we geven. Ik heb, de minister van Financiën heeft gezegd dat dit een bijzonder relevant advies is. Dat beschouw ik als instemmend. Het is een advies aan de Raad van Ministers, daar ligt het nog maar net. Daar heb ik eigenlijk dezelfde vragen gehoord die u net stelde. Waarom moeten we dit doen? Ik heb dat ook uitgelegd. En uitgelegd dat we hier op een norm komen die hoger is dan voor andere landen. Maar waarvan wij nu het gevoel hebben dat het in het belang van Aruba zelf is om hier een grens te trekken. Ergens moet in het zand de grens worden getrokken.